Nou, dit is een, zoals je ziet, een zoals ze in het Duits noemen, een moschee. Oftewel een moskee. En het is een ontwerp van meneer, die bekende meneer Wittenbach uit Zwitserland. En die heeft het, geloof ik, ontworpen in 1943. Oftewel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik ben geweest. Nou, ik schat dat ik hier een minimaal een 60 uur in heb zitten. Ja. Ja, dat mag je wel rekenen. Het was, de tekeningen waren wel goed te lezen. Alleen aan de voorkant, daar ziet u allemaal die boogjes. En dat is nogal lastig neer te zetten. Omdat het allemaal steentjes zijn die op elkaar staan. En ja, dat valt dus heel gauw om. Maar goed, toen het één keer stond, stond het. En datzelfde geldt eigenlijk voor de pilaren. Dat is even, ja, je hebt even een vaste hand erbij nodig. Maar als het één keer staat, dan staat het. Ja, het beweegt allemaal wat, hè. Daardoor krijg je dus dat je het zo'n torentje, dat het helemaal gaat verlopen. Dat komt natuurlijk door de trillingen. Ondanks dat ik hier wel een stevige vloer heb, is het toch ja, leeg.